In Opthoogte geven we een kijkje in de keuken bij het nieuwe Van der Valk Hotel in Tiel. Binnen enkele weken gaan de deuren van de toren open. Een drukke tijd voor Olivia, want zij heeft als taak vele tientallen nieuwe medewerkers aan te nemen. Ja, alle medewerkers die we hebben aangenomen zijn naar hun eigen afdeling gegaan. Ze worden daar getraind, op het gebied van gastvrijheid voornamelijk. We hebben enorm veel deskundige mensen aangenomen, ervaren mensen met vooral een horeca-achtergrond. We hebben 5 nieuwe managers aangenomen die de groep van 40 nieuwe medewerkers mogen aansturen. Zij zullen opgenomen worden in het nieuwe managementteam en daar samenwerken met de managers die hier ook al vele jaren zijn. Dus die mix van managers is prettig en goed. We hebben heel veel sollicitaties gehad, heel veel originele, creatieve manieren van solliciteren. En zoals je ziet waren het er heel erg veel. Het is een behoorlijke klus geweest, heel veel tijd ingestoken, dagen doorgewerkt, lang gezeten, veel mensen gesproken. Het is een hele leuke, maar een hele pittige klus geweest. Een van de nieuwe medewerkers is Ilse en zij geeft gelijk haar nieuwe collega's les. Want er komt veel kijken bij een goed kopje koffie. Ik heb zelf als barista gewerkt in Australië. Ook een opleiding gevolgd bij Starbucks. Ik ben nu hier om de nieuwe medewerkers een barista cursus te geven voor de nieuwe Chicho Bar. Wij hebben er heel veel zin in en we gaan als een enthousiast team aan de slag. In het nieuwe Hotel Tiel vind je straks de Chicho Bar, waar je 5 verschillende soorten koffie vindt. Zo, voordat je deze erin doet is het belangrijk dat je deze rand netjes schoonmaakt. Over enkele weken opent de Chicho Bar op de begane grond van de hoteltoren. Alle nieuwe medewerkers krijgen in deze drukke periode uitleg en training over de diverse divisies binnen het hotel. We zijn nu in volle gang om de mensen te trainen, wat superbelangrijk is, omdat getrainde mensen kwaliteit verhogen en ook het zelfvertrouwen van de medewerkers enorm te goede komt. We zitten nu midden in de vakantieperiode, waar het bij uitstek geschikt is, omdat het toch rustiger is in het hotel, om nieuwe medewerkers te trainen in alle rust en ze alle tijd daarvoor te geven. Maar ook om de oude medewerkers nog snel een paar dagen vakantie te sturen, zodat ze uitgerust aan een nieuwe start kunnen beginnen. Naar verwachting zullen we over enkele weken vol goede moed in de nieuwe toren aan de slag kunnen. Via Van der Valk e-learning kunnen de nieuwe medewerkers ook thuis online studeren. Annabel van der Valk groeide op in Hotel Tiel. Logisch als dochter van horecaouders dat ze al vroeg begon om op verschillende plaatsen in het hotel de handjes uit de mouwen te steken. Nou, een van de leukste baantjes die ik heb gehad is hier in de spoelkeuken. Toen ik een klein ukkie was, stond ik hier al. En dit is gewoon leuk omdat je hier echt hard moet aanpoten. Hier moet je echt knallen, hard werken. Waarschijnlijk moet ik hier gewoon weer gaan werken als ik later groot ben. Nee, geintje. Ja, ik kan het nog steeds. Di-di-di. Tom van der Valk treffen op kantoor. Een mooi moment om te vragen aan welk geheim project hij bezig is. Nou ja, volgende week hopelijk meer hierover.